zie je, het is spannend, steeds vechten. Oké, dus, laatste krijt. Krijg ik de hele tijd de vraag van: hey Steven, ben je homo? Er is maar één manier om dat op te lossen. En dat weten jullie ook wel. En dat is om een gay test te doen. I got broads in Atlanta. Homo, bi of heteroseksueel? Natuurlijk weet je het wel, antwoord al. Heteroseksueel. Jij wilt deze test doen? Homo, bi of heteroseksueel bent? Klopt dat? Goed, dan zul je absoluut eerlijk moeten zijn. Hier de eerste vraag. Wat denk je dat je zelf bent? Homoseksueel, biseksueel, heteroseksueel? Dat geen twijfel mogelijk. Yo, wat een vraag. Yo, natuurlijk ben ik geen homo en ook geen bi. Ik ben gewoon hetero. Ik val op meiden. Ik val op dames. Het is gewoon acht keer gezegd worden. Oké, dan als je afvraagt. Hey Steven, brede man. Waarom draag je nou een pet? Nou, kijk, mijn haar. Ja, net poepje. Dus, dat was een proefje. Wat een prank. Jemig. Wat zou je doen als een man vroeg seks met hem te hebben? Run. Jongen, natuurlijk. Ik zou meteen nee zeggen. Misschien zou ik erover nou, als ik ervoor in de stem... Jee, nee jongen. Ik zou meteen nee zeggen. Kijk, natuurlijk als je homo bent, het mag, het kan. Ik vind het niet erg. Maar ik wil wel mijn punt bewijzen even dat ik niet homo ben. Wat een zin je wel eens over seks met hem? Nee, natuurlijk niet joh. Tja, om eerlijk te zijn, ik denk niet alleen aan een meisje zo laat op de avond. Tuurlijk de onderste, wat denk jij? Heb je wel eens seksueel dingen uitgeprobeerd, geëxperimenteerd? Ja, ik heb geprobeerd met zowel jongens als... Ik heb een vriend van me Nee, doe normaal. Zie je het al voor je? Ja, ik ga even met mijn vriend wat experimenteren. Leuk. Oh, you touch my tralala. Een normale dag. Je gaat gewoon chillen met je vrienden. Dus je zegt tegen je moeder: hé hey mama, ik ga vandaag even chillen met mijn vrienden. En dan ga je lekker experimenteren. Laat ook even achter in de reacties of jij een van deze dingen hebt gedaan. Ben ik wel heel benieuwd naar. Niet als er, niet als er geen meisje in het spel was. Ben jij verlegen? Praat je snel hardop over emoties? Dat weet ik niet. Net een echte man, hè. Dus emoties, joh. Dat maakt me niet zoveel uit, man. Eens even een tip. Voor de chickies, dus voor de ladies, als jij een dame wil fixen, moet je wel een beetje geëmotioneerd zijn. Want dan denk je zo, oh, hij is wel breekbaar. Vind jij een discussie over seks, homoseksualiteit moet worden vermeden? Nou ja, ligt eraan, boeien. Het boeit mij niet zo erg als mensen gaan praten. Oh, ik heb gisteren een beetje hard in de kom geneukt, jong. Nee, dat was... Nee, maar mij niet zoveel uit. Als zij erover praten, praat zij het erover. Masturbeer jij vaak terwijl... Nee? Oké, voor de mensen die niet weten wat masturberen is, dat is... Dat. Oh ja? Nee, dat doe ik niet. Of misschien heb ik het wel één of twee. Ik heb er nog nooit aan gedacht. Ik heb er nog nooit aan gedacht. Dus nu moet ik gewoon zeggen dat ik een keer aan heb gedacht. Terwijl ik... Oh. Oh. Wat vind je van het idee van een man die een andere man oren... Oké, de volgende vraag. Want hier word ik niet erg opgewonden van. Heb je wel eens homoseksuele po... Eén keer... Maar het ging per ongeluk. We zaten met wat vrienden en toen zag één iemand op en toen had ik het gezien. Ik heb het niet opgezocht, ik wou niet naar kijken, maar die vriend die zat er echt zo van... dit is leuk, maar ik vond niks aan. Hij vond het wel leuk. Nee, maar ik heb het er nooit zelf opgezocht. Ik heb geen idee hoe je erbij kwam dat je homoseksueel zou zijn, maar goed. Yo, zo dus jij kon zien, ben ik niet gay? En dat zijn die tests. En deze test was 100% echt. Als jij denkt dat ik wel gay ben, dan zorg ik ervoor dat ik nog een keer een test doe. Wil jij nou dat ik een ander soort test doe? Laat even achter wat. En dan zie ik jou en je leuke kopie weer later. Vooral heel veel screenshots doorsturen.